Kijk, dit hele puntje met gewassen, riet, koekoeksbloemen, dat is wat ik noem mijn spuughoekje. Je had vroeger in mijn jeugd had je op hoeken van straten oude mannetjes. En die stonden de hele dag te spugen en tabak te pruimen en zo. En daar doet het een beetje aan denken. Maar het is natuurlijk allerminst spuug, want ik zal je laten zien wat je bijvoorbeeld hier. In het spuug woont een klein beestje. Een zogenaamd spuugbeestje natuurlijk. Moet je kijken, dan zie je hem eruit komen. Kijk, daar zie je hem. Hier, kijk eens. Moet je eens kijken. Zie je dat? En ik heb eens een sprookje geschreven over een jongetje dat de Venus van Botticelli boven zijn bed had staan, die uit het schuim van de zee geboren wordt. En zo'n vrouw wil die. En hij liep altijd langs zee, maar in het schuim zat niets. En toen liep hij een keer door de duinen. En toen zag hij daar tussen de koekoeksbloemen dotje schuim. En hij deed open. En er sprong zo'n groen beestje uit de voorschijn. En toen riep hij angstig: maar jij bent de Venus niet. Toen zei ze, dan doe je ogen maar dicht. En toen ze getrouwd waren en hij een jongetje kreeg, liep hij daar vaak eenzaam mee langs zee en riep: Venus, waar zijt ge? Venus, waar zijt ge? Mensen noemden het vroeger ook wel koekoekspoch. Dus koekoekspuug, die dachten dat de koekoeken dat deden. Omdat ze toch al vreemde dingen doen. Die leggen eieren in nesten van kleine vogeltjes en zo. Dus dat spugen kon er ook nog wel bij. De koekoeksbloemen komen in dezelfde tijd als de koekoek komt. En dan heb je ook die spuugbeestjes. Want je ziet ze vaak in de oksels van koekoeksbloemen zitten. Maar je ziet dat ze nu bijna uitgebloeid raken. En wat zo leuk is, dan krijg je van die mooie bijna tonnetjes van heel broos vlies. He, kijk, en dan krijg je zo, kijk eens de zaden erop. Kijk, dat is net kikkerdril. Zoals het in het begin is. Moet je kijken. Zie je wel? En hier ontstaat dat zo. He, zo ontstaat het en dan wordt het bruin. Dan wordt het, he. Kijk, hier heb je ook weer zoiets. Kijk, zie je wel. De natuur zit leuk in elkaar. Hè? En is zo overdadig met alles. Hè, dat er overleeft altijd wel iets. Kijk, dit is gewoon een soort omgekeerd torenfletje van schuim voor die spuugbeestjes. Ik ga eens kijken of hij thuis is. Even kijken hoor. Waar zit jij? Ja. Kijk eens hier, kijk eens, en dan zet ik hem op mijn vinger, zo. Kom eens hier, oh. Ik zie zijn oogjes. En als je dit denkt, dat dit 100 of 1000 maal vergroot is, heb je een soort weerzinwekkende, opgeblazen, ballonachtige dinosaurus. Ik weet wel, vroeger mijn eerste meisje, toen ik een jaar of 15, 16 was, die zoende heel nat. Zo met zo'n lekker spuugig mondje. Maar omdat ik zoveel van de natuur af wist, hè, moest ik altijd aan zo'n spuugbeestje denken. Dus als ze weg was, keek ik altijd even in de spiegel of er geen spuugbeestjes achtergebleven waren. Hij schijnt het nog lekker te vinden, moet ik zeggen. Kom maar hier. Zie je wel, hij mijt zijn... Kijk maar, hij wil bij me blijven. Zou het een personificatie zijn van
Dat hele vroegere vriendinnetje van me is toch wel mooi sappig gebleven. Huh? Het is de schittering van de zon, hè? Het zijn net stukjes smaragd. En ik zie die priemende oogjes. Nou, misschien is dit wel een mannetje. Vrouwen hebben priemender oogjes, dacht ik, hè? En hij vindt het heerlijk hier, want hij, of zij natuurlijk, denkt, eindelijk zit ik op de handen van een beeldhouwer die me kan kneden tot een venus, zodat ik stralend direct uit het schuim ineens opduik. Ik zet hem direct weer in zijn schuim terug, want anders dan wordt het een schuimpje. En dan wordt hij te hard. Ga maar naar je moeder. Kijk, hij vindt mij toch wel leuk. Huh? Ja. Nou, ik laat mijn spuughoek laat ik in stilte alleen. Ik zou hier wel zoveel spuug vandaan kunnen halen dat ik er een bad in zou kunnen nemen. Maar ik weet niet of ik daar veel fraaier van zou worden. Of ik er ook met van die steekoogjes uit zou komen. Nou ja.